Yes, we zijn weer begonnen met een weekendvlog. Het heeft geregend in het bos, kijk maar. Dit zijn allemaal bramen. Dus ook hier komt één grote bramenstruik te staan. Kijk maar aan de dorens. Grappig jongens. Kijk dan hoe vet stuk dit is. We zaten eigenlijk de hele dag binnen. Ik denk van, nou, het is eigenlijk te warm om gewoon overdag naar buiten te gaan. Ik denk, ja, dan, hè. Ik 17 uur, net na etenstijd. Ik denk, het wordt later. Ik denk, het wordt later. Ik denk, wat zal ik nou gaan doen? Ik denk, ik ga naar buiten, weet je. Ik ga even nog naar het bos toe. Nou, daar ben ik wel blij mee, want we zitten net tussen, of na de regen en voor de onweersbuien zitten we uit. Dus dat is eigenlijk wel mooi. En zo straks komt er nog veel meer. Dus we gaan het er toch eventjes van profiteren voordat het weer helemaal omslaat. Wauw, dat is een heel donker stuk. Je hoort wel allemaal vogels, dat is wel mooi. We hebben eventjes een klein plannetje gemaakt. We hebben via Google Earth hebben we 3 stukken gezien in het bos. Daar willen we even gaan kijken. We zijn er vroeger al een keer geweest. Maar dat was niet zo interessant. Maar, nou komt het. Omdat dat ongeveer 4-5 jaar geleden is, is het nu waarschijnlijk wel een hele interessante plek. Want ik heb zo'nzelfde plek heb ik ook al gezien. Dus dat is plek nummer 5. Die we eigenlijk al kennen. En dat zijn eigenlijk dezelfde plekken. Maar dan op een andere locatie, zeg maar. En dat, die ene plek die was eigenlijk super mooi geworden. Ik denk, nou, als het op die andere 4 locaties ook is, dan ga ik daar eventjes kijken. En je ziet het, ook hier is het bos extreem dicht geworden. Oh, hier wordt het helemaal donker. Zal ik even te kijken. Oh, hij geeft het toch zo aan. Oké. Ik dacht dat het pad veel meer zo liep, zeg maar. Maar dat is niet zo. Het loopt dus recht. Maar waar zitten die kronkels dan in? Nou snap ik het helemaal niet. Want dat zit... Oh, wacht. Dat is helemaal de achteraan pas. Interessant. Kijk jongens, wow, dit is echt groen geworden. Moet je dit zien overal? Je ziet het, de druppels hangen er nog aan. Moet je nagaan, in de wintermaanden kun je hier echt misschien, nou wat is het, een paar honderd meter misschien naar binnen kijken. Zo schuin helemaal. En het houdt nu echt op bij... Ja, wat zou ik zeggen? Een 8 meter, zo ongeveer. En hij is gehad. Hier is het natuurlijk wel veel verder, zeg maar. Maar sommige stukken zijn echt super dicht geworden. En hier zie je het heel duidelijk dat het goed geregend heeft. Dus ik hoop dat het een beetje goed doet voor het bos. Mag eigenlijk wel iets meer regen vallen, want als we nou zo'n droogteperiode gaan krijgen, is dat ook weer niet goed. Maar ja, het is de laatste tijd weer heel plaatselijk geweest. Op sommige stukken viel gewoon niks. En op sommige stukken, ja, eigenlijk weer te veel. Maar goed. Kijk, er zijn echt kanjers van bomen die hier staan. En we waren gisteren al naar de winkel. Nee, wacht even. Dat was eergisteren al. Wow. Dus, wow, dat is wel gaaf, jongens. Het werd hier met later in huis. En ik, is dat een vogel? Ja, hij is weer weg. Op een gegeven moment werd later in huis, weet je, ik denk van, ik ga toch eventjes naar bed, even slapen. En toen op een gegeven moment, hoe laat was het of zoiets, het was iets van 6 uur of zoiets. Ik denk nou, huh? Ik denk wow, dan heb ik die hele avond eigenlijk gewoon, ja, niets gedaan eigenlijk. Dus eigenlijk gewoon verslapen eigenlijk. En ik denk van, ja, dat is ook, ja, af en toe is dat wel lekker, zeg maar. Maar we wou eigenlijk een hele lange nacht ervan maken, maar dat is ons dus dit keer niet gelukt. Wow, dat maakt ook niet uit. Even kijken. Ja, die omgevallen boom. Ah, wacht. Kijk, daar is het.
Waar zijn die open stukken dan? Want ik had hier een open stuk gezien. Net voordat je... Oh, wacht, dat zit natuurlijk hierachter. Ja, kijk. Daar zit dat stuk. Dan gaan we zo dadelijk eventjes... Of zo dadelijk, dat duurt misschien nog wel ruim een uur. Gaan we eventjes een speciale trek uitzetten. Om bepaalde dingen heen. En die willen we thuis eventjes gaan verkennen hoe dat eruit ziet. Even kijken hoor, hoe dat nou gaat. Dan moeten we via die kruising en dan moeten we waarschijnlijk rechtdoor. Ja, we moeten dan rechtdoor. Oké, nou snap ik het een beetje. Ik was een beetje aan het strijden met Google Earth. Ik denk, dit klopt niet, dat kan het haast niet zijn, want dat is weer te dicht bij de weg. Maar het is blijkbaar toch zo. Even kijken, wat is dit? Dat is een heel groen stuk. Kijk. Ah, het mandarijntje ligt er nog steeds. Dus hier komen ook niet veel mensen blijkbaar. Moeten we hier rechtdoor? Dat is dus die knik die we zagen. Even kijken, doen wij dat nou wel goed? Want... Ja, dat is dat goed. Dat is dit stuk met dat gas erbij. Kijk, de zon komt erdoor. Zo, ook al in het, loop je in het bos, ook dan krijg je het opeens super warm. Onvoorstelbaar. Kijk eens wat hier ligt. Er zijn er weer een heleboel bij elkaar. Die zijn er allemaal uitgevallen door de storm. Kijk dan, die jonge aanplant overal. Echt overal zie je die dingen nou staan. Huh? Wat is dit? Dit lijken al herfstkleuren. Oh jee. Dat ziet er wel heel mooi uit, maar... Ik zit nu eigenlijk nog niet op herfstkleuren te wachten. Poeh, wow. Ik hoop dat dat er maar eentje is. Nee, ook hier zit het aan. Hoe kan dat? Dan gaan we er maar uit dat die boom ziek is, of weet ik voor wat. Nou, ik hoop niet dat ik overal nu meer van die herfstkleuren tegenkom. Want aan de ene kant gaan sommige dingen te snel. En dat zou dan wel heel snel gaan. Wow. We willen nog wel eventjes van de zomermaanden genieten. Even kijken, verder lopen. Wow, ik hoop dat het ons zo straks gaat lukken, jongen, met die meting. We zijn niet speciaals van plan. Moet je dit zien? Wow, dat zijn echt reuzen. Ik weet niet hoe extreem hoog dat wel niet moet zijn. Maar dat ziet er echt mega uit. Hier staan hele grote bomen. Dat valt me nog mee naar die regenbui, want die zal hier ook al overgetrokken zijn, dat het niet nog nadruppelt. Zo, we hebben dit keer eventjes twee GPS'en bij ons. Voor twee verschillende onafhankelijke coördinaten. Want dat hebben we vandaag wel eventjes nodig.
Even kijken, jongens. Oh. Moet je dit zien, jongens? Het is echt allerlei kleuren groen. Echt heel erg mooi, dit. Je ziet het aan de wolken. Het zou me niks verbazen dat er zo dadelijk weer gaat onweer en regenen. Even kijken, hoe is de tweede kruising? Ja, dit is de tweede kruising. En dan moeten we heel erg goed gaan opletten dat we dan het juiste pad gaan nemen. Uiteindelijk lopen we alleen maar rechtdoor, maar goed. Of... Nee, dat was het dus net niet. Ja, dat deed ik laatst ook verkeerd. Nee, het gaat regenen! Oh nee, nu al! Wat is dit? Dan hoop ik dat het... Nee, het stopt weer. Oh, dat is een plaatselijke bui. Wow, ik denk, wat is dit? Maar in ieder geval, kijk. Je zou daarop kunnen, helemaal boven. Maar dat doen ze straks ook, want we gaan er even omheen lopen. Dan gaan we van boven naar beneden lopen. Doe ik eventjes dit stuk eventjes verkennen. Kijk dan hoe mega groen het hier is. Oh, die boom is onderhand... Nou, die is ook al weg. Kijk dan. Even dit kijken. Oh, relax, jongen. Kijk dan. Al die kleuren. En dit wat je ziet zijn zeker geen zwijnensporen, want hier zijn geen zwijnen in dit bos. Alleen maar reetjes, herten en... Wat voor andere dingen, konijnen of zo, hazen, geen idee wat hier allemaal rondloopt. Wat is dit? Oké. Okay. Varens. Ja, er zijn, nu zullen er wel meer varens komen zo dadelijk. En heel veel gas hier. Ja, dat zei ik al. Er komen meer varens. Vogelspotplek hier. Die ligt er ook nog steeds. Heel veel varens, wow. Oké, okay, je druppelt nog na. En dan moet je hier dat pad hebben. Maar dat is nu helemaal dichtgegroeid, zeg maar. Dus we moeten er wel omheen. Kijk, anders konden we altijd hier gewoon doorheen lopen. Maar dat gaat nu helemaal niet meer. Omdat er allemaal varens staan. En daar... Even kijken, ik zit verkeerd. Daar moeten we heen. Helemaal naar dat stuk. En daar heb je ook weer een pad lopen. Dus we moeten er helemaal omheen. Kijk, en ook dit hier. Zie je heel duidelijk dat het dicht is. Helemaal begroeid. Wel heel mooi. Oké, okay, we lopen even verder. Ik zit alleen even te kijken wat ik nu hoor. Dat is wind. Oké. Okay. Kijk, hier beginnen weer varens. Dan moeten we helemaal daarheen. Waar die varens zijn. En dan moeten we rechts afslaan. En dan zitten we goed.
Wat is dat nou? Regen of zo? Ik zou niet... Ja, dat is regen. Op het veld daarachter regent het al. Hoor dan naar dat geluid. Ik zie het al. Ah, nu zie ik het wel. Wow. Oh nee, dan moeten we de vlog gaan beëindigen. En dan moeten wij even snel een schuilplaats gaan zoeken. Oh, nu gaat het hard. We gaan even hier staan. Dat we hier even droog staan. Zo. En dat helpt eigenlijk helemaal niet. Oh ja, hier. Hier staan we droog. Kijk dan, dan begint het. Regen in het bos. Heerlijk. Je hoorde het echt aankomen. Ik hoop dat het een korte bui is, dat we gewoon weer door kunnen vloggen. Ja, het stopt alweer. Dus we kunnen gewoon doorvloggen. Hoop ik niet dat er iets op de lens zit. Nee. Oké, dan gaan we weer verder. Zo, dat was echt een heel kort buitje. Kijk, nu zitten we droog. Zo, je ruikt gelijk die geur, jongens, van dat bos. Niet normaal meer. Oké, dan gaan we even hierheen. Dit zien. Zo. Het lijkt wel kauwgom of iets, die geur. Heel apart. Zo. Dat is niet normaal, maar zeg eens sterke geur. Kijk eens. Wauw. Ingestorte jungle. Oh, hier is de geur weer weg. Hier komt het weer. Ik kan het alleen niet thuis brengen wat het nu is. Het ruikt niet naar het bos, maar geen idee. Een beetje naar zwammen, iets van paddenstoelen of zo. Maar dat kan haast nu niet om dit tijdstip. Moet je dat zien daar? Wow. Vroeger liep hier gewoon een pad, dat kun je nog zien, kijk maar. Nu staan er meters hoge varens. En elke dag wordt het bos dichter. Het is echt een gesloten jungle hier. Zo, ze zijn al aardig aan het lopen. Oké, hier houdt het gras opeens op. Ook heel apart dat er altijd gras staat en hier heb je precies zo'n rand waar gewoon niets meer is. Heel apart. Echt heel apart dit.
gekikt. Hoop ik dat we bijna bovenaan zijn gekomen. Ja, ik zie het al. Wow. Zo, dat is een hele klim hier naar boven. Gelukkig heb ik nog geen jas aan. Maar als je nou een dikke jas aan had, jongens, boah, dan is het echt afleggen. Ook eventjes kijken of ik goed loop. Ja. Ja, zijn we hier terechtgekomen. Kijk dan, dan loopt het helemaal naar beneden. Geweldig jongens, we zijn weer in het bos. Maar nu, we gaan dit eens even verkennen. Dan hoop ik dat hij ons naar rechts toe leidt. Want anders moeten we weer helemaal terug. Kijk dan hoe het hier verandert. Zo. Wow, dat voel je. Ik weet niet hoeveel hoogtemeters verschil dat is, maar dat is behoorlijk. Kijk, daar gaat het schuin naar beneden overal. De zon begint te schijnen. Nu zijn ook die hele stukken daar ook helemaal dicht en gesloten. Oeh, had je even stilstaan, jongens. Je kan beter door blijven lopen, dan vang je nog iets wind. De zon staat nog behoorlijk hoog, dus dat is wel mooi. We hebben nog tijd in overvloed en dat is prachtig eigenlijk. Wow. Even kijken, dan moeten we hier denk ik rechtsaf. Even, oh ja, bij die dingen hier zo.
hier ergens een zijpadje zijn. Ik zie het alleen niet hierachter. Ah, wacht. Dit zal hem zijn. Dat is de afkorting tussen twee paden. Ik zat die oude beelden van mij al een beetje te bekijken. Ik denk van, ik heb nog een keer een pad gemist. Dat is dus deze hier. Hier weer een normaal pad lopen. Het is maar een hele kleine afkorting. Ik denk, wat is dat kleine zwarte streepje nou, wat erop staat? Maar dat is dus dit. Ja, kijk, hier heb je het pad alweer. Ze hebben gewoon een kleine binnenweg genomen. Nou, ook wel mooi gemaakt. Maar nu. Even kijken waar we heen moeten. Waarschijnlijk weer die kant afbuigen, want deze kant was niet goed. Trouwens heb je ook te veel zon. Kijk, dit pad zijn we uitgekomen. Oké, dan is het veel verder deze kant op. Ik dacht dat het veel meer aan de kant van de weg lag, dit padje. Maar het is dus nog vrij redelijk diep in het bos nog. Wow, ze net die regenbui die we gehad hebben. Het was gelukkig maar heel kort. Ik denk, wat is dit? Hier bij die kruising moet het weer naar beneden gaan, tenminste. Oh, die boom is ook al weg. Hier loopt een pad. Dit gaat die kant heen. Dit hebben we al een keer gehad. Dus die gaan we hier even kijken. Ah, wacht, dit is dat stuk waar we toen die vogels zagen. Ah ja, kijk. Waar water is, daar zijn vogels. Hier ook nog een padje naartoe. Oké, dan. Die gaan we de volgende keer even lopen. Daar hebben we nog geen tijd voor. Is mij de vraag, loop ik wel goed? Oké, het is richting weg, dus dat is sowieso al goed. En een ander pad was er volgens mij niet. Ja, verder naar boven, maar dat schiet ook niet op. Dat is dat hele grote zigzagpad. Dus dit niet. Zo, je maakt van alles mee in het bos. Kijk dit dan. Niet normaal meer. Kijk dan naar deze varens.
En dat trekt zich helemaal door naar het bos toe. Zo, dat is echt een mega kluit. Kijk dit dan. Grappig. Daar is hij helemaal naartoe gevallen. Hij maakt weer licht, kijk maar. Nou, een eenmotorig vliegtuigje, dus er zal wel geen stortregen meer komen. Anders sturen ze dat ding niet de lucht in. Kijk, is hij helemaal omgekikt. Helemaal daar. Dan zie je daar nog een keer geknakt. En dan gaat hij nog verder die kant heen. Dat is echt een hele grote joekel. Kijk, daar zie je de toppas daarachter. Dit is het einde. Echt een mega-end. Kijk even. En normaal zeggen, dan stopt hij daar, maar dan gaat hij daar nog helemaal verder, zeg maar. Niet normaal meer. Zo, die dingen staan echt hoog. Kijk, moet je dit zien? Hier is het helemaal plat door de regen. Dit is één grote muur van varens. Wat hier gebeurd is, een bergje lichter. Kijk, en dan heb je hier opeens een open stuk, zeg maar. Waar helemaal geen varens groeien. Ook heel apart, zeg maar. Dat gewoon het hier letterlijk stopt. Oh, wacht, kijk. Nee, dat kan niet, dat is veel te oud. Dan zou je zeggen, dat is door deze boom. Maar dat is, daar ga ik niet van uit. Terwijl je al eigenlijk wel zegt, die structuur klopt wel een beetje, maar... Die is al heel lang geleden weggehaald, deze. Kijk, en nu zie je pas hoe extreem ver het hier in het bos loopt. En waar je ook kijkt, zelfs tot waar de camera helemaal niet meer bij kan komen, loopt het alsmaar door met alleen maar varens, varens, varens. Ook altijd eventjes achterom kijken, dat is ook altijd wel belangrijk. Is er zo'n vogelspotplek hier zo? Ik denk dat we vanaf morgen of zo, als we weer het pad op gaan, zeg maar, dat we standaard één accu meenemen voor de camera en één reservekaart. Want ik heb het nu al te vaak meegemaakt dat ik gewoon aan het vloggen ben en dan op een gegeven moment of een kaartfout krijg of dat die batterij leeg is, terwijl het eigenlijk helemaal niet zo is, weet je. Dus dat is eigenlijk wel een beetje balen. Wow, moet je dit zien. Overal gesloten, jongens. En weer zo rustig in het bos. Het lijkt alsof de laatste paar aantal weken er steeds minder mensen in de bossen komen. Waaraan dat ligt, weet ik niet. Nu zullen ze wel weer zeggen van, het is te warm om naar buiten te gaan. Ja, dat is het ook, maar daar heb ik scheid aan. Even kijken, waar zitten we nou? We zitten weer helemaal hier, jongens. Kijk, hier krijg je dit soort weer. Kijk even goed hoe mega dit is.
Dat is wel mooi, als je hier met een bloedhond loopt, dan weet hij van de 100.000 miljoen verschillende geuren helemaal totaal niet meer wat hij moet doen. De hond, wel gaaf jongens. Even kijken, waar zijn we nou uitgekomen? Hier weer. Ja, en dat is eigenlijk niet de bedoeling, want... Nou, even. Even kijken of we dat op een andere manier kunnen aanpakken. We moesten eigenlijk dit volgen. Moet ik alleen heel eventjes kijken. Ja, yes, één moment. Wij gaan eromheen lopen. Wij gaan eromheen lopen. We gaan gewoon zo. Dan gaan we even kijken waar we uitkomen. De normale bedoeling was gewoon hier lopen. En dan die kant heen. Maar we gaan nou eens eventjes in één keer een andere weg in. Omdat dit er ook wel op de een of andere manier heel erg interessant uitziet. Hier komen we vandaan. Het is wel weer een hele klim. Maar dat heb ik er graag voor over. Nou, kijk, hier heb je weer allemaal van dit soort dingetjes staan. Gesloten rand. Zo, dat is echt mooi geworden. Kijk dit dan. Wow, ik wou dat het bos het hele jaar er zo uitzag. Maar goed, dan heb je weer die winterperiodes en dan is dit allemaal plat, hè? Dan kun je hier echt gewoon heel ver het bos in kijken. Ja, het houdt nou eigenlijk letterlijk naar 5 meter op. Verder kun je niet kijken. Kijk dan, overal super jong, jongens. Kijk dan. Dit is er gewoon bijgekomen, zeg maar. Dit is helemaal plat. Hier is ook een hele grote joekel uit. Zie je dat? Jongens, wat een bos. Jongens, dit is wel heel veel groen opeens. Dus even kijken of we thuiskomen, nu we al deze groene kleuren zien, of we de studiomuur af kunnen maken helemaal. Dan zul je denken, huh, alweer? Ja, alweer. We hebben nou weer een iets andere planning gemaakt. Want we zijn nou met kasten aan het verschuiven en als die weg zijn, kunnen we één bepaald stuk groen maken. Moet je dat zien? Heel apart. Echt heel mooi dit. En nogmaals, als je heel even stilstaat, dan wordt het veel te warm. Dus gewoon door blijven lopen. Zo, hier kijk je er helemaal overheen. En nu is het maar een gok, want we willen eigenlijk bij dat open stuk hier zo, willen we eigenlijk langs lopen. En mij benieuwen of dat kan. We gaan eventjes hier hoger staan. Misschien dat we over het bos heen kunnen kijken. Nee, daar zie je niks. Maar in ieder geval, daar moeten we omheen lopen. Ah ja, yes! Het gaat naar links. Dus het lukt toch. Oh nee! Oh. We hadden net zo goed gewoon hierheen kunnen gaan. Komen we gewoon hieruit. Ja, dat maakt niet uit. Oh, dat meen je niet. Oké, dan hebben we 2 video's gemaakt, terwijl ik eigenlijk met 1 video bezig ben. Nou, maar goed. Dat is dus niet goed. Dan moeten we heel even kijken of we dan weer die kant heen kunnen gaan. Ja, dat is als je dat ene padje weer inloopt, dan kom je weer heel ergens anders uit. Maar, ik denk toch dat dit dat goede stuk is ongeveer. Ik weet het alleen niet. Ja, het is het goede stuk. Oké, vet. Moet ik alleen even kijken of ik dat ene stuk herken waar ik toen... Ja, dat is hier. Daar is dat. Daar heb ik toen die eekhoorn... Oh, dat kun je ook al niet meer zien. Daar heb ik toen die eekhoorn in zien schieten. Maar nou is opeens dit stuk ervoor gekomen. Want dat was nog niet... Dan kon je in één keer naar die zwarte boom kijken. En toen gebeurde het, toen ik inzoomde, toen schoot daar een eekhoorn naar boven. En dat was op dit stuk, was dat. Oh, grappig.
even te kijken, dan moet ik zo weer links gaan. En dan weer links. En dan komen we als het goed is weer op dit punt uit. Ja, dat moet dan haast wel. Kijk dan wat hier staat. Ook in de winter hebben die deze kleur. Daar ook nog één. Ik had hier een pad verwacht, maar er is dus geen pad. Hier, wat hebben ze hier gedaan? Nieuwe dingen ingeprikt. Oké dan, dus dit wordt ook weer een heel nieuw bos. En ik weet uit ervaring dat dit gewoon aanslaat, wat ze hierin prikken. Ik denk, oh, ze prikken die dingen in. 80% slaat niet aan, maar bij die zuiveringsinstallatie, of dat pompstation, dan slaat volgens mij 90-95% aan, als het niet meer is. Volgens mij slaat daar bijna alles aan. 1 of 2 dooien zaten ertussen en dan heb je het mee gehad. En ook dit was vroeger een pad, volgens mij zo te zien. Even kijken, dan hoop ik dat hier een pad komt. Want anders schiet het niet op, dan komen we veel te ver uit koers. Nee, dan lopen we weer te ver. Want dat is dus ook niet de bedoeling. Het is weer wel een hele mooie klim die we zo straks gemaakt hebben. Kijk maar. Gaat die regelrecht omhoog. Kijk dit dan. Weer geen pad. Dit is balen. Oh, ik moet dus eigenlijk weer een hele grote omweg maken om op de plaats van bestemming te komen. Ik wou één hoek wou ik nog even afscannen. Dan moet hier, ja, hier is een pad. Zal het zelf wel geweest zijn waar we ze straks gestaan hebben, denk ik. Nee, toch niet. Hoewel. Oké, zijn we hier weer terechtgekomen. Ja, hoe gaan we dat doen? Dan moeten we zo schuin weer. Oké, dan moeten we dit helemaal aflopen. Pakken we dit vak ook even gelijk erbij. Oké, ik ga hem hier even kappen. Anders wordt het een te eentonige video, want ik heb al hier al een andere video gemaakt. Anders krijg je bijna 2 keer hetzelfde te zien. Dus we gaan hier heel eventjes kappen met de video. En zo gauw we dan erachter zijn, dan gaan we weer eventjes verder met vloggen.